Pra, in the building. Yo, ja. Oké, school, luister. Naar aanleiding van de gebeurtenissen omtrent Lars hier... hebben Victor en ik even iets te zeggen. Wij willen... willen Masuzi Walimu en ik wat zeggen. Nou, gefeliciteerd. Hé, Erik nou. Je bent de domste outfit ooit. We gaan nu al slapen, hè. Nou, liever een pyjama dan zo'n dom naveltraadje, vriend. Mijn moeder heeft een behoorlijkheid gewassen. Lars is een gewone, heel normale leerling. Net als iedereen. Lars wil ook zo behandeld worden. En dat willen wij ook graag. Hij is geen uitzondering. En daarom willen wij speciaal voor Lars vandaag iets moois doen. Ik pas de mic nu aan Masuzi. Yo, Hulsthout. Schaamte. Walging. Teleurgesteld. Lars is voor aap uitgemaakt. En jullie zeiden niets. Er werd gezegd dat Lars uit de anus van een homo-meneer kwam. En jullie deden niets. Kwaad floreert niet door de daden van één slecht mens, maar door het zwijgen van 100 goede mensen. Niet spreken is ook spreken. Niets doen is ook iets doen. En daarom gaan jullie de komende 24 uur niet eten. Jullie gaan solidair zijn met Lars, met mij en met iedereen uit ons land. Toch, Lars? Ik heb sponsors geregeld. Het geld dat we ophalen gaat naar een goed doel. Voor vragen en antwoorden kunnen jullie terecht bij de leiding. Sta allemaal op. Twee vuisten in de lucht voor Afrika. Dit is fantastisch. Nu kan ik eindelijk checken of de legende waar is. Welke van de 100? Nou, dat hier op school, na middernacht... Peter-Jan Rens optreedt, maar eigenlijk nooit publiek heeft. Nee, niet die. Nee, dat hier na middernacht... De groep straatjongen bij elkaar komt om over hun gevoelens te praten. Nee, ook niet die. Nee, dat hier na middernacht op een geheime plek een modepaleis opent. Voor iedereen die om kleding verlegen zit. Tegen bespottelijk lage prijzen. Ik zoek het al jaren. Ah, ik voor mij een nieuwe trui, nou ik voor jou ook iets nieuws, zodat je niet in het zielige pakje al rond hoeft te lopen. Marietje, waarom doen we niet mee? Zijn we Oost-Indisch doof? Mijn schouders zijn uit de kom. What the fuck? Wat een hoer. Schouders uit de kom, ze heeft iemand afgetrokken. En dan houden we nu 10 minuten stilte voor mijn land, Afrika. Afrika is geen deze land. Oké, dat is racistisch. Jij mag bij me nablijven. Ik zit niet eens bij je in de les. Twee keer nablijven. Oh ja, hoe heet ik dan? Huf, Frens, Kinderindrindrik. Kut, hoe weet hij dat? Lekker voor je juffrouw en kinderen in de rek met je kutsnaam van de hele school. Hou je bek, jongen, wat een keer heeft de kutsnaam van de hele school. Ja, keer. Je hebt er ook een dek. Maar toch! Nou, zoals jullie natuurlijk allemaal weten, deel je dan de omtrek van de cirkel door de diameter. En de diameter die meet je dan even met je lineaal. Dat is dan even de diameter meter. Nog anderhalve minuut! En Marietje. Ik heb iemand anders afgetrokken, hè? Wie is het? Hoe heet die? Waarom?
Wat is er mis met mij? Is hij sterk? Niet dat ik jaloers ben of zo. Het is sowieso een sukkel. Ik ben lang over jou heen. En Marietje. 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 Wil je verkering? Ik ben zo blij dat ik van dit kinderachtige gezeur af ben. En dat ik nu gewoon in een relatie zit met iemand die volwassen is. Is hij volwassen? Is een docent. Marietje. Marietje. Nou, als jullie toch allemaal zo druk zijn met eten, dan neem ik er zelf ook maar van. Gefeliciteerd met je verjaardag, Bartel Jaap. Je bent een snoepkontje. En je mag een wens doen. Ik wens dat iedereen vanaf nu lief voor elkaar is. En dat ik geen suikerziekte meer heb, natuurlijk. Hakuna Matata, school. De hongerstaking begint nu. Er wordt vanaf nu niet meer gegeten of gedronken. Nee, Bartel Jaap, nee! Ik ga nooit meer eten. Oh, ik heb zoveel honger. Ik kan niet meer. Ik heb al mijn energie nodig om Marietjes nieuwe vriendje dood te maken. Je hebt geen idee wie het is. Laat het. Jawel, het is een volwassen man. Ja, dat zijn er zoveel. Luister, Erik, ik ben bekend met haar techniek. We zoeken iemand die heel moeilijk loopt nu. Zo zit je lul in het gips. Gips? Nee hoor, dat is mijn peniskoker. Hoeft dan niet zo moeilijk te lopen? Dat vind ik echt een blanke opmerking, Tim. Ik zal jouw penis eens koken. Hè? Kijk hoe jij er dan bij loopt. Het is zo lief voor jou. Maar dat is nu voorbij. Als jij je nog één keer laat aftrekken door mij, Marietje. Of je raakt haar met die vieze vingers van je aan, dan... Maar dat is helemaal nooit gebeurd. Doe rustig, hou je in. Dag, Bartel Jaap, ik sloeg je nog niet eens. Dat was echt één vieze schwalbe. Suiker. Suiker, nee, dat is vals, Peter. Suiker is ook eten, dat mag niet. Diameters? Kap nou eens met wiskunde, we zijn vrij nu. Oh, wil je mij even niet aanraken alsjeblieft? Ik weet niet waar die vieze handjes van jou nog mee allemaal hebben gezeten. Insuline. Insuline? Gadverdamme, Bartel Jaap. Celine is pas 12 en die heeft het hartstikke moeilijk thuis. Marietje, Celine, heb je dan geen enkel fatsoen? Jij bent ziek. Ziek ben jij. Ja, dat probeer ik te zijn. Kom, Tim, laat hem. Een seksueel roofdier ben je! Ik ben nog nooit door een vrouw aangeraakt. Jij weet niet wat honger is. Honger is voor jou maar een woord. In de Afrikaanse taal hebben ze 28 woorden voor honger. Ja? Dankjewel. Pizza, poffertjes, pannenkoeken, patat. Alles met een pij. Het modepaleis zit dus niet onder het grasveld, zit niet in het wiskundelokaal. Gymzaal valt veel te veel op. Oh my god, Erik. Een sportleraar? Is er misschien nog verband? Ik heb zo'n schwanzschmerz. Ja, in de gymzaal. Je vuil. Dan ga ik maar even naar de gymzaal, ja? Fuck! Ik ga zijn kantoor slopen. Toch rustig nou. Hey, laten we eerst even alle feiten op een rijtje zetten. Een nieuwe trui halen. Luister, dan... Erik, je hebt hem gehoord. Hij is aan de gymzaal. We gaan nu zijn kantoor slopen. Ja, dan halen we wel die trui. Wacht even. Het is wel heilig, hè? Misschien zegt hij wel dat hij in de gymzaal is, zodat wij naar zijn kantoor gaan en dan kan hij ons straf geven. Ja. Maar ik weet zeker dat hij zeker weet dat jij dat zou zeggen. Dus hij is echt in de gymzaal. Ja, maar hij weet weer dat jij dat zou zeggen. Dus is hij juist in zijn kantoor. Ja, maar hij weet weer dat jij dat zou zeggen. Dus hij is echt in de gymzaal. Ja, dat is waar.
jongens. Kom, ga zitten. U was toch in de gymzaal? Oh, ik wist toch al lang dat jij zou denken dat ik zou denken dat jullie zouden denken... Af, we zitten hier nou toch gezellig met z'n drietjes. Ik zit toch niks anders. Nee, nee, daar doen we niet aan mee, want wij zijn vandaag Afrikanen. Oh ja? Ach, wat zullen ze daar blij mee zijn, nog meer Afrikaantjes. Nou, pak dan allebei maar de envelop die naast je ligt en stuur het allemaal maar op naar Afrika. Kerkdroogstraße nummer 1, Afrika, postcode 1, 2, 3, 4, 5. Honger. En natuurlijk gewoon wapperen met die handjes tegen de malaria-muggen, Afrikaantjes. Hey, er staat hier op het rooster dat je gewoon in de gymzaal moet zijn voor de Oud-Afrikaanse spelletjes. Ja, je moet het niksappen en het waterpoepen begeleiden. Jullie kunnen niet lezen, want jullie zijn Afrikaantjes. Gaat door, verstanden? Ah! Niet de vingers aflekken. Affären in de envelop. Ja? En wat als ik het nou wel eet? Oh, dan ga ik natuurlijk lekker meteen zeggen. Natuurlijk. Oh ja, dan ga ik lekker meteen zeggen dat u met minderjarige meisjes voost. Ik hoopte zo erg dat je dat zou zeggen. Dat heb ik zo erg gehoopt. Ik heb namelijk een verrassing voor jullie. Ik ga eventjes weg. Ik kan het niet aan zo pijnlijk als dit gaat worden. Ja? Oh ja, nog etwas. Das Essen is natuurlijk vergiftet. Heb je gehoord? Marietje moet naar huis, ze heeft gegeten. Ze heeft een banaantje gegeten. Ze heeft een beetje aan die lolly gelekt. Ze heeft een beetje van die room genomen. Ze heeft zaadjes gegeten. Ze heeft een beetje van die proteïneshake gehad. Ik ben kapot. Ik ga slapen in de gymzaal. Tering. Hoeveel slechte synoniemen voor pijpen kan je bedenken? Wat? Oh, lieve Comfort, je hebt mijn leven gered. Hé! Via een slangetje eet ook gewoon eten, hè? Verdomme! Masuti, verdwijn nu! Oh, is dat een bevel, meester? Ja, zeker. Verdwijn, nu! Oh, zien jullie dit? Zien jullie de onderdrukking? We gaan het blanke regime omverwerpen. Blijf staan, witte man. Dood aan de blank. Even normaal doen, Masuti. Nu, doe die speer weg. Power to the people! Doe die speer weg. Power to the people! Nee, niet doen. Mijn speer. Victor, ik ga jou een tijdje met betaald verlof sturen. Wat? Ja, dat lijkt mij het beste voor nu. Nee, alsjeblieft. Nee. Dat kan je me niet aandoen. Je mag niet de school van me afpakken. Ik maak maar een grapje. Ik weet helemaal niet wat ik zeg. Kijk hoe ik eruit zie. Victor. Nee. Alsjeblieft, nee. Oh, nee. Zeg maar wat ik moet doen. Ik doe alles. Ik ben maar een domme Afrikaan. Ik ben heel onderdanig. Victor, klaar. Vergeet wat ik net heb gezegd. Ik ga je niet met betaald verlof sturen. Ik ga je ontslaan. Wat? Nee. Alsjeblieft, nee, dat kan je me niet aan. Ik spreek het je, alsjeblieft. Jongens, kinderen, ik hou van alle kinderen. Lars, alsjeblieft, help me. Zeg tegen Lars, alsjeblieft. Moet ik echt weg, Lars? Victor, het is klaar nu. Wegwezen, van het terrein af. Ik wil je niet meer zien. Behalve bij het voetbaltoernooi, als linksboetoe. Wie is dat spit aan dan? Papa. En nou op dieven. Jongens, de lessen beginnen bijna. Lars. Ja, je kan Amalia natuurlijk niet op zijn bek slaan. Fuck.
Kom, laten we een nieuwe trui halen en dan... Nee, hou nou eens op, hè. Het is hier geen modepaleis. Ik hoef geen nieuwe kleren, laat me met rust. Maar je hebt beloofd dat we... Vlekken op, Erik! Sorry, ik heb gewoon zoveel honger. Dat geeft niet, ja. Ik ook. Ik ga shoppen, oké? Ik kom zo snel mogelijk bij je terug. Doe voorzichtig. Dank je. En ik vind het gewoon heel erg jammer, Biele, dat je niet op mijn verjaardag kwam. Ik had die uitnodigingen zelf getekend. En ik had lekker een speculaas gekocht voor hem. Zo. Kleine bar of grote bar? Hele grote bar. Ben kapot. Ik slaap in de gymzaal. Dus? Help je me? Kom maar mee. Sorry, Armani, ik moet je wegsturen. Je hebt gegeten. Maar wat ik nou niet snap, hè? Ik begrijp dat je honger hebt.
En dat je wat wil eten, maar dat je dan kak eet. Ja, maar... Ja, maar Emmy... Ja, laat maar, maar niet, is goed. Dus je hebt hem niet gepijpt? Nee. Maar ik had poep. Maar jullie zijn wel aan het daten. Ja. Life goes on, Tim. Ik ook nog steeds van jou. Zoveel. Nee, het leven gaat door. Oh. Ja, het spijt me. Marietje, alsjeblieft. Het is gelukt. Het Molenpaleis, het bestaat echt. Ik heb voor jou ook iets nieuws meegenomen. Oh, mooi. Ja. Het is zo mooi. Het is magisch. Het Molenpaleis. Mag ik uit? Jongens, de hongerstaking is voorbij. Geweldig gedaan. Moet je je toch eens voorstellen. Arme Afrikanen. Tjoe.